Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven Nederland, maar ook enkele opklaringsgebieden. En die wolkenvelden die gaan in de loop van de ochtend oplossen. Dat betekent dat we dus op steeds meer plaatsen de zon te zien krijgen. En het is ook een grotendeels droog, alleen heel vroeg in de ochtend valt er in het noordwesten nog een buitje. Die droge omstandigheden en de zon zorgen ervoor dat de temperatuur flink oploopt. Vanmiddag wordt het zelfs 22 tot 25 graden. Dat alles bij een zwakke oostelijke bries. Alleen op Texel en Vlieland staat soms wat meer wind. Aan het einde van de middag en vanavond is er een stevige regen- of onweersbui in het zuiden mogelijk. In de rest van het land blijft het ook vanavond droog. Maar tijdens de Koningsnacht kan lokaal wel een buitje vallen. Morgen ook kans op buien, maar dat is in het noorden en oosten in de ochtend, middag en avond. In de rest van het land eigenlijk alleen in de avonduren. Overdag is het dus droog met van tijd tot tijd zon. En Koningsdag levert temperaturen op van 18 tot 20 graden. Zondag zijn er meer buien, 16 tot 18 graden. Maandag en dinsdag neemt de kans op een bui weer af. En waarschijnlijk gaan de temperaturen omhoog en niet naar beneden. Dus wat hier op het kaartje staat, dat is inmiddels alweer achterhaald. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.